Yes, je kijkt weer naar Day One en jullie denken nou Jay, wat is er aan de hand? Jullie heten toch het sport- en lifestyle kanaal van Nederland. Waarom sport je dan niet meer? Ja, ik ben even geblesseerd geweest, maar het allermooiste is dat er vandaag gewoon weer sportvideo's aan gaan komen. Bam! Kijk hem. Daar is hij dan. Als het goed gaat. Ja, met jou ook? Rustig maar, rustig. Ja? Rustig. Zijn we op één lijn? Ja, we komen op één lijn vandaag. Ja, ja toch, ja, we komen op één lijn. Alleen dit keer op mijn manier. Ja, inderdaad, man. Hey, ik vind het sowieso hard. Je bent bij Hilversum gekomen om te trainen. Tuurlijk, tuurlijk. Mag ik één ding zeggen? Ja. Ik had niet verwacht dat jij heel veel trainde, maar als ik zo kijk... Ja. Hé, hey, man. Ja, toch. Ja, luister. Eerlijk. Je bent gewoon wel al... Ja, zo'n beetje. Ik ben nu zeg maar een beetje uit mijn oude vorm. Ja. Dus ik was wel nog meer... Maar ja, I'm cool. Het is wel lang. Maar voetbal je dan veel of hoe zit het met jou in sporten? Nee man, ik voetbalde inderdaad, maar nu is het gewoon veel gymmen man. Ik gymde heel veel en toen was ik weer gestopt, je kende op en af, op en af. Nu zijn we weer echt erop, dus toen jij me schrijft van hey... Ik zag filmpje van jou op je Instagram, toen dacht ik hey fuck, hij is weer volop bezig. Ja man. Hoe vet is dat? Dus toen dacht ik meteen van let's go man, ik ben benieuwd wat voor gekke dingen je hebt. Dus we gaan vandaag gaan we borst en armen doen, gewoon een simpele, niet al te zware, maar lekkere training. Waar we ons niet te druk hoeven maken, maar die wel gewoon ook iedereen thuis kan doen, man. Ja, toch? Dus, ben je ready? Ik ben zeker ready, man. Ik heb er wel echt zin in. Goed om je te zien, man. Sowieso, man. Let's go. We gaan daarheen. Yes. En je hebt ook nog een van je vrienden meegenomen. Ja, man. Waar is hij aan het klooien? Oh, Het is altijd leuk als iemand een van zijn gabbers meeneemt om mee te trainen. Ja, toch? Dus jou, ja, met jou ook. Ho, pas op. Is de gym? Is de gym? Nee, kijk. Ik heb net al 100 kilo gedaan. Ja, heb je al 100 kilo gedaan? Nee, het is wel te zien. Kom, we gaan gewoon lekker trainen, man. Let's go. Kennen jullie deze? Let me see. Ja? Ja, ja, dus je doet één stap naar voren, breed, en doe je hem hier naartoe brengen, rustig. Maar ik kan zeggen dat ik respect heb gestaan. Ik bouw uit van die ruis. Ik blow aan die kans. Ik heb het gemaakt net als een architect. Tak, tak. Ik heb gestaan. Ik bouw uit van die ruis. Ik blow aan die kans. Ik heb het gemaakt net als een architect. Oké, we beginnen gewoon even zonder gewicht. Kijk, en rustig naar beneden. Ja. Goed. 1. Kijk dan. Hier man. 2. Hé, hey, lekker man. Ja, dat is wel lekker hoor, hé. Oké, gaan we. Eerlijk, eerlijk, eerlijk. Hij bakt wat van hem, mensen. Hij kan het. He got this. Dit is toch wel te doen, Yuki? Let's go. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hey Fano, wie is dan de vetste rapper die je tot nu toe hebt geïnterviewd? Waar je echt trots op was? Ik vond allemaal wel zeg maar. Op een eigen manier toch, maar Hef vond ik wel misschien nog net wat toffer. Die is nog niet uit, maar ik vond het wel tof. En ik vind het sowieso tof dat iedereen ook gewoon graag komt, weet je. Ja. En iedereen ook echt love shot van, hey, weet je. Ik vind het gewoon echt tof en we weten dat het niet, dat je niet, weet ik veel, iets raars eruit komt of zo. Dat, wat we helemaal niet tof vinden of zo, weet je. Dus dat vind ik wel love, weet je. En iedereen zegt gewoon van ja, man. En is er dan nog één rapper die, waarvan je echt denkt, nou die wil ik... Maakt niet uit, welke rapper? Ja? Wie moet er bij jou nog in de auto? Wie moet er bij mij nog in de auto? Misschien wel Rapper Shorts, man. Ja? Ja, dat vind ik ook vet. We hebben hem hier ook gehad. Rapper Shorts is gewoon... Jij was hier. Letterlijk. Hij is hoor. Hij is gewoon... En hij, mensen denken dat hij nep is of dat het een gimmick is, maar hij is gewoon echt zo. Hij is gewoon zo, toch? Ja, en hij is heel aardig. Ja, nee, dat geloof ik graag, man. Dat zie je ook wel van die man is echt chill. Wat vind je ook met de trainer? Ja. En hij was best sterk, man. Ja? Ja, dat zeker. Dat is gewoon... En hij was heel chill. Ja. Sowieso shout-out naar Rapper Shorts. Mocht je die video nog niet hebben gezien, kijk maar even. Hij is keihard. Mensen, jullie gaan het zien. Maar ik denk het niet. Wacht. Ik heb hem. Zeker wel. Oh. Langzaamste 100 ooit. Ja. Maar ik voelde hem, jongen. Na 3 maanden niks doen.
toch wel even. Ja, ik had hem, ik voelde hem. Maar ik zag hem in het begin, zag ik zo, nee, red niet. Maar... Ja man, ik was echt bang, je bent helemaal rood, helemaal trillend. Ik weet dat maar moet, hè. Maar eigenlijk. Je moet hoog inzetten, grenzen verleggen, buiten je comfortzone stappen. Ja. Je hebt wel die tekst, hoor. Dat zijn ze, motivatie, hè. Oké. Al die motivatie bullshit die je leest op Instagram. Deze voel je meteen. Kijk. Kijk, kom. Nee, kom maar. Kom maar. Zie je? Dat is heel veel verschil, hè? 20 kilo erbij. Oké, we zijn ondertussen behoorlijk aan het trainen. Je grapje gaat lekker. Zeker. Ja, hartstikke goed. Jij gaat net iets lekkerder, dat wel. Ja, mag gezegd worden, toch? Ja, zeker. Hé, luister, jij bent ooit begonnen op Facebook, hè? Ja, klopt. Hoe ging dat? Maar daarvoor was er een app genaamd Kiek. Ik weet niet of je die nog kent. Daar kon je filmpjes op plaatsen van max 36 seconden lang. Ik was daar bezig. Nou was ik de populairste Nederlander. Helemaal niet interessant, want het was niet zo'n grote app. Maar toen dacht ik wel van oké, misschien moet ik er iets mee gaan doen. En ik wilde altijd al Facebook filmpjes maken. Want ik typte altijd statusen, zeg maar. Ja, ja. Maar ik wilde altijd een keer van oké, weet je, ze moeten mijn gezicht zien. Ze moeten zien hoe ik die dingen doe. En toen dacht ik, gewoon een paar maken en dan zie ik wel. En toen had ik er 2-3 gemaakt en toen zat ik zeg maar op 5000 vrienden. En je mag maar max 5000 hebben. Toen dacht ik, oké, nu moet ik een pagina maken. Vond ik een beetje eng, want ik dacht, ja, dat is zo officieel een pagina. Een beetje lomp. Maar toch gedaan en toen had ik binnen een jaar 100.000 volgers op Facebook toen. En toen dacht ik, volgens mij kan dit wel iets gaan worden. Maar het begon dus op Facebook met een soort van, wat is het? Herkenbare dingetjes. Typetjes en mensen nadoen, maar ook grappen. Alles op en eraan. Dan ga je naar 100.000. Je hebt er ondertussen meer dan 250.000? Ja, meer dan 250.000. Dat is sick, hè? Dat is echt sick. Dat heb je helemaal zelf opgebouwd uit het niets. Klopt. Dan maak je de overstap naar YouTube, een stukje televisie, grote events presenteren. Je Instagram is, je Instagram game is groot. Op YouTube heb je ook heel veel succes. Ja. Voor de mensen thuis, hoe gebeurt dat? Is dat dan gewoon, je maakt de stap en je gaat het doen? Ja. Want een heleboel mensen denken, hoe begin ik daaraan? Ja, het begin is gewoon beginnen, man. Het klinkt heel lom, maar het begin is gewoon beginnen. Want zolang je het in je hoofd hebt en denkt van ja, maar dit, dat, zo gaat het niet werken. Nee. En ik weet nog dat ik toen dacht van ja, maar iemand uit de buurt deed ook Facebook filmpjes. En ik dacht, misschien weet je, komt het er een beetje over alsof ik hem na wil doen. Ja. En eindstand, hij deed dat na 2 weken al niet meer. En ik ben nu weer jaren verder. Dus daarom wil ik iedereen ook zeggen van als je iets voor ogen hebt, moet je het gewoon gaan doen. En niet denken van oh ja, maar Defano doet ook YouTube, JJ doet ook YouTube, die doet ook YouTube. Gewoon doen. En jouw plan is misschien net het gouden plannetje. Ja, en jouw plan moet niet gebaseerd zijn op wat je bij anderen ziet. Precies. Weet je wel? Ja, je wil niet stelt jezelf. Dus nu ben ik alweer bezig met een nieuw concept. Ja? Die binnenkort. Mag je daar nog wat van zeggen? Ik kan nog niet. Ik kan niet zeggen, het heeft met liefde te maken. Kan ook wel wat worden, maar we gaan het zien. En dan heb je nu op één lijn. Ja. Waarin je met rappers de auto induikt en hun alles vraagt over hun muziek, over hun leven. Ja. Soms wordt dat heel persoonlijk. Klopt. Hoe ben je daar dan zo bij gekomen? Omdat artiesten mij vaak, ik ken best wel veel artiesten, en die zeiden altijd van, kom, check me voor iets, man. Ja. En ik wilde ze niet checken voor iets waar ik alleen iets aan had, zeg maar, als het ware. Zo van, je kan altijd wel een filmpje met iemand maken, maar... En dat zie je vaak in YouTube, dat mensen je vragen voor dingen waar zij wat aan hebben en waar jij dan van denkt, wat heb ik eraan, weet je? En het moet toch wel een wisselwerking zijn, dus... Ja. Om artiesten nou, natuurlijk, één keer voor wat, weet je, hij zal misschien wel grappig zijn, maar ik kan dat niet 16 keer doen, weet je? Dus ik dacht van, oké, wat kan ik doen? En toen kwam ik erop op het idee van, misschien kan ik checken vanuit hun lyrics, checken wat ze nou echt bedoelen. Want ja, rappers zeggen dingen voor zangeressen, zeggen dingen, wat bedoelen ze er nou echt mee? Want iedereen geeft waarschijnlijk zijn eigen draai aan lyrics, maar je weet niet wat hij echt bedoelt. En het auto-idee kwam eigenlijk gewoon omdat het makkelijker is, dus als een... En vanuit daar te filmen kan je gewoon... Maar veel simpeler, ik heb wel gehoord dat je bent gestopt met rijden. Ja. Klopt, maar politie was er niet blij mee, maar zeiden je zicht wordt belemmerd en... Dus dat heb ik wel laten gaan, man, dus helaas. Zullen wij ook weer gaan rammen en beuken? Kom, wij gaan ook rammen en beuken, man. Wij gaan ook rammen en beuken. Waar is die vriend voor jou? Denk je dat hij al... Oh, daar is hij. Hij is volgens mij weer opgeladen. Little Crane is iets meer ballen, iets meer pimpen, iets meer daddy, iets meer Louis, iets meer Rolly, iets meer Preman, iets meer Mary. Crane is Vedax is nog steeds niet ready, dus zeg Koenie van de shooters. Ik wil champies voor mijn family, zegt de stad van ik ben terug. Eerst even een pintje in. Pak me hier beet, wil je hem hier naartoe brengen? 1, oké.
Gewoon 6 elke arm. Dan doen we gewoon heel rustig. Ja, dat is. Als hij voor mijn gezicht is, dan word ik er wel knapper van. Dus de beweging is dit? Ja. Oké. Okay. Ja, lekker. Dat is goed. Oh. En als je dan je andere hand in je zij zet, deze zij. Ja, dan kan je goed kan je hebben stijf steken. Okay. Ja, buikspieren aanspannen. Oké. Okay. Ja. Ben weer back now, boede poppen fles now. Constant on the road is de manier waarop ik stacks bouw. Maar ik ben weer back now, meisje schud je ass now. Constant on the road is de manier waarop ik stacks bouw. Oké, luister, even wel goed doen. Ja, iets bovenin midden. Pakken. Iets bovenin pakken hier. Ja, voor de rest neem hem goed en probeer hem hier, zo. Echt, je moet hem hier voelen. Dus doe dit. Aanspannen, ja. En dan vanuit hier werken, ja. Zo, bam, dat is het, ja. Jij bukt en laat hem weten wanneer jij de home komt lukt. En draai een vlug, want ik ben terug op de kwapper. Terwijl Defano hard aan het trainen is, moet ik jullie nog wel heel even vertellen dat de webshop gewoon open is. Dus je kan gewoon naar de webshop gaan en daar een hoop hele toffe Day One Lifestyle spullen kopen. De website staat hieronder. En ik mag dus ook een paar Reebok schoenen gratis gaan weggeven. Wat moet je daarvoor doen? Even je maat hieronder in de comments zetten en dus je favoriete rapper. Dat heb ik net met Defano verzonnen. Dus doe dat even. En als dat goed gaat en we 4000 likes halen, dan doe ik de volgende sportvideo gewoon weer een paar schoenen weggeven. Even door met trainen. Is de manier waarop ik stacks bouw, maar ik ben weer back now. Meisjes, schud je ass now. Constant on the road is de manier waarop ik stacks bouw. Baby, gooi. Ja, is wel lekker hoor, dit. Hoppa. Ja, hoppakee. Kijk hem, kijk hem. Wat mag je? Oh, dat je grappig zijn. You got this. Wij zijn wel grappig. Wij zijn grappig. Defano, dankjewel. Hey. Bro. Ik vond het hard, homie. Thanks, maar ik vond het sowieso hard. Hey, vergeet niet even naar zijn YouTube-kanaal te gaan. Wat is jouw YouTube-kanaal? Hey, Defano Holwijn, gewoon mijn naam. Check het. Het staat in de beschrijving ergens. Check hem. Ga checken, man. Het is keihard. Ook even volgen op Instagram. Love. Heb jij toevallig nog een Instagram die mensen moeten volgen? Ja, hey, ik train wel mee. Yuki Christus. Ja? Oké, okay, nou komen in ieder geval allebei hieronder te staan. Bam, dames en heren, dank jullie wel voor het kijken. En weet je wat het allermooiste is? Is dat ik een paar Reebok-schoenen gratis mag weggeven vandaag. Wauw, en volgende week doen we dat weer als we 4000 likes halen op deze video. Wil je nog abonneren? Ik weet niet, hoeft van mij niet. Maar tot later. Voor mij wel. Doe, abonneren. Ciao. Abonneren. Doei.